Met de actiegroep Stop Termen Nu heeft Gerard Nederpelt lang gestreden tegen de komst van dit saunacomplex aan de Maarseveense Plassen. Maar het is hem en andere omwonenden niet gelukt om de bouw tegen te houden. Hier stonden bomen, hier zaten vleermuizen. Hier heb je een hele grote hoeveelheid ringslangen bijvoorbeeld altijd gehad. We hebben ook nog brochures liggen met prijzen. Vandaag is de sauna geopend. Er is plek voor ruim 320 gasten. En dat vindt Gerard wel erg veel. Daarom heeft hij lang gevochten tegen de komst van de sauna tot de rechter aan toe. Hij verwacht nog steeds veel verkeersoverlast. De enige manier om dit complex te bereiken is door deze weg die van beide kanten eigenlijk alleen maar lokaal verkeer heeft. Waar al het verkeer dat nu naar de termen toe gaat, langs deze weg door het stiltegebied naar de termen toe zal moeten gaan in de toekomst. Volgens de eigenaar zal het wel meevallen met de overlast. Bijna iedereen, op een enkeling na komt met z'n tweeën, sommigen komen zelfs met z'n vieren. En in dat geval heb je natuurlijk 325 mensen, heb je ongeveer 160 auto's. Maar die 325 mensen, dat is onze piek. Inmiddels heeft Gerard zich erbij neergelegd. Hij verwijt het vooral de politiek. De actiegroep is verleden tijd en Gerard maakt nu maar van de nood een deugd. Wij zullen er wel gebruik van gaan maken, verwacht ik. Zo mooi in deze omgeving. Veel van dit soort plekjes vind je niet.